Daar is Jaap. Ligt aan de verbinding van Helene. Oké, B zegt prima geluid. Jan, ja, allemaal ja, ja, ja. Geluid is niet synchroon. Dat weet ik niet hoe dat komt. Dat zou wel moeten zijn, want ik ben nu met die snelle computer. Dus dat zou inderdaad aan de verbinding kunnen liggen. Ik zie ook inderdaad bij mezelf dat het beeld soms niet helemaal goed gaat. Dus nou ja, we gaan maar gewoon beginnen. En dan hoop ik maar dat het goed komt. Ja? Het zou de verbinding inderdaad kunnen zijn. Dat moeten we maar even bekijken. Ik zie ook inderdaad dat het beeld een beetje schokkerig is. Nou, we gaan gewoon beginnen. En als je het beeld niet goed is, nou, dan kijk je gewoon niet. Dan luister je gewoon maar. Dat kan ook, ja. Dan doen we het wensen wel weer eens met Peltok. Ja? Oké. We gaan vandaag weer verder met de Filippense brief. We zijn vorige keer gebleven in Filippenzen. Laten we de Bijbel even openslaan met elkaar. Filippenzen. Filippenzen. Eén hebben we geëindigd met vers 29 en 30. Maar Paulus zegt, want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde strijd hebbende, hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. En nu gaan we vandaag met hoofdstuk 2 verder. En daar begint Paulus, indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is in de liefde, der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een, de ander uitnemende dan zichzelf. Laten we eerst openen in gebed. Vader, wil u danken dat we hier bij elkaar zitten, hier gewoon in dit huis in Sassenheim, maar ook rondom vergaderd via het internet, Vader. Ik wil bidden voor ons allemaal dat wij licht krijgen op uw woord door uw Heilige Geest. Uw Geest, die getuigt in onze geest met woorden uit de Bijbel die de Heilige Geest leert. En zo ontstaat de verlichting, Heer, en dat hebben we ook echt nodig. Al hebben we het al een aantal keren gelezen, toch elke keer weer, Vader, zodat we toch weer een tekst beter gaan begrijpen. En ook kunnen gaan toepassen in ons leven, Vader. En dat onze inwendige mens ook versterkt wordt daardoor. En de vraag voor ons allemaal, in de naam van de Heer Jezus. Amen. Goed. Nou, ik zie verder helemaal geen commentaar meer. Dus we gaan maar gewoon vrolijk verder. Kijk, indien er dan enige vertroosting is in Christus, ja. Dat is geen vraag. Je zou kunnen zeggen, ja, indien er dan. Dat een beetje twijfelachtig klinkt. Maar het is hetzelfde als dat je bijvoorbeeld tegen je kind zegt, indien jij mijn zoon bent, dan zou je dat niet doen. Nou, dat zeg je tegen je eigen zoon. Dan zeg je juist mee van, juist omdat je mijn zoon bent, doe je dat niet. Dus indien er enige vertroosting is in Christus, juist omdat er dus vertroosting is in Christus, dat zegt hij eigenlijk. Want hij wil een punt maken. En juist omdat er enige troost is der liefde, dus indien er enige troost is der liefde, die hebben ze. Indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap, zegt hij dan. Nou, vers 1 begint met, indien er dan enige vertroosting is in Christus. En de vertroosting, die is ook inderdaad in Christus. En hoe vinden wij die dan? En natuurlijk kunnen we naar het Oude Testament gaan, of naar de Evangelie. Maar we weten allemaal dat voor onze vertroosting juist, Paulus zegt, volg mij, zoals ik Christus navolg. Dus kijk bijvoorbeeld bij mij even in 2 Korinthe 1. Dat is een heel mooie versen zijn dat, die juist over die vertroosting gaan. En daarom is Paulus ook een goed, hij is ons voorbeeld, ja. En hij heeft ook heel erg die vertroosting nodig gehad, want hij is natuurlijk ontzettend vervolgd en tegengewerkt, ja, vanwege dit evangelie. Dus als wij dit evangelie ook volgen, dan krijgen wij er ook te maken. En dan hebben we een mooi voorbeeld van iemand die dat al meegemaakt heeft. Ja? Daar kan je wel van leren. En
Dat is ook ter vertroosting van ons. En daarom zegt hij ook in 2 Korinther 1 vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader der barmhartigheden en de God alle vertroosting. Zie het, hij is de God van alle vertroosting. Dus hij kan ons vertroosten in alle situaties, in alle omstandigheden. Alle vertroosting, dat betekent, je kan het zo gek niet bedenken, of God heeft vertroosting van jou. Er zitten we maar één, waar we, er is maar één bij wie we terecht kunnen, dat is, staat hier, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, ja? Hij is de Vader van de barmhartigheid en de Vader van de vertroosting. Dus de oorsprong zit bij hem. Die ons vertroost, kijk, in, zie je ook gelijk staan, hij is de God alle vertroosting. En wat zegt hij erachteraan? Die ons vertroost in al onze verdrukking. Zie je, troost heb je nodig in verdrukkingen. Dus als het moeilijk gaat. Opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn. Dus Paulus spreekt hier persoonlijk dat God heeft hem vertroost in zijn verdrukkingen. Paulus spreekt hier over zichzelf. In al onze, ik, Paulus. En kijk, in vers 1 zie je ook Timotheus staan. Ja? Nou, ik moet eventjes kijken en dan... Oké. Nou, sms me even terug dat ik nu even niks kan doen. Ik weet niet waar het door komt. Die ons vertroost in al onze verdrukking. Dus Paulus zegt, God vertroost ons in al onze verdrukking. Opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn. Zie je? Daarom heeft Paulus toch geschreven. Omdat hij daardoor ons weer kan vertroosten. Met welke wij zelf van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Dus het lijden van Christus is in ons, zegt Paulus. Maar ook is door Christus onze vertroosting overvloedig. Dus we hebben het lijden, ja, dan heb je automatisch vertroosting nodig. En dat heb je, daar heb je mee te maken als je voor het evangelie van Gods genade staat. Ja? Want ja, allen die godzaliglijk willen leven, zullen vervolgd worden. Ja? Nou, en God geeft dus ook vertroosting. Het zij dat wij verdrukt worden, zie je het? Het is tot u vertroosting en zaligheid. Dus Paulus zegt, het zij dat ik verdrukt word, of Timotheus wij, het is voor jullie vertroosting en zaligheid. In een andere brief zegt Paulus ook, daarom verdraag ik al deze dingen. Ja? Het is voor jullie zaligheid. Die gewrocht wordt in de lijdzaamheid dezelfde lijdens, het welk wij ook lijden. Nee, ik zeg het niet goed. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. Zie je, dus Paulus, zie je heel duidelijk, is ons voorbeeld. Het is voor ons. Die gewrocht wordt in de lijdzaamheid dezelfde lijdens. Het wordt gewerkt in het lijdzaamheid van hetzelfde lijden, het welk wij ook lijden, het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast, als die weten, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook alzo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Dus dat woordje alzo staat ertussen eigenlijk, dat is een is gelijktekentje. Dus het is het lijden, maar tegelijkertijd hebben we ook de vertroosting. Gelukkig maar, als zij voor dit evangelie, als je alleen maar lijden zou hebben en niet de vertroosting, dan weet ik niet of je, of je daar nog lang mee zou doorgaan. Ja? Maar God laat ons niet alleen lijden, tegelijkertijd met het evangelie, dus zodat je voor dit evangelie lijdt, tegelijkertijd geeft hij ook de vertroosting tegelijkertijd. En dan zie je, want wij willen niet, broeders, dat gij onwetend zijt van onze verdrukking, die ons in Azië overkomen is. Dus Paulus wil niet dat wij onwetend zijn. Nee, daarom is het ook opgeschreven, zodat we het gaan weten. Ja? En hem is verdrukking in Azië overkomen, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest, boven onze macht. Alzo dat wij zeer in twijfel waren, ook van het leven. Dus Paulus was boven zijn macht. Hij had het niet meer in de hand, in gevaar van eigen leven. Ja? Boven onze macht. Nou, wat zegt 1 Korinther 10? Laten we even kijken. 1 Korinther 10, vers 13.
U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Zie, het is niet dat God ons verzoekt. Het is een menselijke verzoeking wat ons overkomt. Doch God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Zie je, dus God geeft ook altijd de uitkomst. Niet dat die omstandigheid weggaat, het verdrukking, het alleen komen staan of wat dan ook, dat zal blijven. Maar hij geeft wel via zijn woord ook de uitkomst, zodat je het kan verdragen. Hij zal je bijvoorbeeld versterken en vertroosten. En dan kan je het ook verdragen. Maar je ziet ook, boven hetgeen vermoogt. Nou, als je terug naar 2 Korinthe 1 gaat, in vers 8, dan zegt hij, boven onze macht. Ja? Maar God laat niet toe dat dat dus over jou gaat heersen en dat je het niet meer aankan. Nou, laten we terug naar 2 Korinthe of naar Filippenzen gaan. Dus dat even over het woordje vertroosting. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, hoofdstuk 2 vers 1, indien er enige troost is de liefde, hè, de vertroosting zit in Christus, er is vertroosting van de liefde, want de liefde, dat is de liefde die onderling is, ja. Dat is ook belangrijk, hè, dat je bij elkaar komt, de samenkomst, elkaar ziet, spreekt. Het is ook de liefde onderling, dus we hebben het wel eens over dit natuurlijk, het is mooi dat het kan. En toch, het samen zijn met elkaar, ja, dat gaat boven alles natuurlijk. Het is een mooi hulpmiddel, maar het is het mooiste als de gelovigen samen kunnen komen. Ja, en dan zie je ook de vertroosting is de liefde. En dat betekent natuurlijk niet alleen het bij elkaar komen. Het is ook het contact onderhouden met elkaar, elkaar eens bezoeken en dat soort dingen. Contact onderhouden met elkaar. Dat is de vertroosting van de liefde, ja. Ik kijk nog eventjes, oké. Okay. Kijk even heel gauw, want ik hoor wat, of dat voor mij is. Even geduld. Okay. Ja, het is jammer, iemand die krijgt geen verbinding, helaas. Dus daar kan ik helaas niks aan veranderen. Het is niet anders, we gaan door. Indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer. Maar in vers 2, dus hij zegt, vervult mijn blijdschap, ja? Dus er is vertroosting. In Christus hebben we het gezien. Er is vertroosting van de liefde, de onderlinge gemeenschap met elkaar. Indien er enige gemeenschap is des geestes. Indien er enige innerlijke beweging en ontferming zijn. Oké, die zijn er. En hij zegt, wacht eventjes. Vervult mijn blijdschap. Dus Paulus zegt, ik wil eigenlijk nog blijer worden voor jullie. Ik ben al heel blij met jullie, want kijk vers 2, want hoofdstuk 2 vers 1, dat is aanwezig bij jullie. Maar maak mij nou nog blijder dat jullie mogen eensgezind zijn. Eén van zinnen. Dus daar is dus nog wat er nog een beetje aan ontbreekt. Ze zijn niet echt eensgezind. Dezelfde liefde hebbende van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Hoezo? Nou kijk in vers 3. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie je niet op het zijne, maar een iegelijk zie je ook op hetgeen de ander is. Nou, dat staat er zo, maar waarom schrijft hij dat op? Bijvoorbeeld, je ziet niet alleen op het zijne, maar ook wat op een ander is. Ja, is dat... En één gezind zijn, ja. Als je dus vooral naar jezelf kijkt, ja. Dus daar schort het bij de Filippenzen aan, ja. Er gebeuren dingen die door twisting of ijdele eer gebeuren, ja. Dat is de motivatie. We kunnen kijken bijvoorbeeld naar hoofdstuk 1, vers 16, hier. Ik lees 15 ook. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen, doch deze uit liefde. Je ziet de motivatie, ja. De een die doet het uit rivaliteit, ja. En denken op die manier Paulus een hak te kunnen zetten, ja. Want die willen graag ook naar voren komen, ja. Die willen ook graag dat hun naam genoemd wordt en dat ze die persoon misschien gaan volgen. Dus een verkeerde motivatie. En de ander is uit liefde.
Er zijn trouwens twee hele grote motivaties in het leven van de mens. De een is liefde en de ander is angst, waardoor wij dingen gaan doen. Nou, als hij zegt in 2 vers 3, doet geen ding door twisting of ijdele eer, ja? Dus je kan dingen gaan doen, waarom doe je dingen? Ja? Je doet iets met een reden. Ja? Waarom ga ik boodschappen doen? Nou, dat is omdat ik wil eten. Waarom ga ik een opleiding doen? Dat is omdat ik wil meer verdienen. Ja? En zo, al dat soort dingen, er zit al een denkproces overal waarom je dingen gaat doen. Dat noemen wij dus motivatie. Dat is de reden waarom je iets doet. En dit zit hier van binnen. Ja? Nou, en hij zegt hier tegen die Filippenzen dat ze doen dingen door twisting of ijdele eer. Maar Paulus zegt, nee, als je dingen doet, doe het door ootmoedigheid. En dat betekent dat je eerst de ander op de eerste plaats zet en dan jij pas. En niet alleen naar jezelf kijkt eerst en dan die ander, hij draait het om. En dan haalt hij erbij, ja, dat gevoel wat Christus had, dat moet ook in jullie zijn. Nou, ik heb hier een aantal dingen even staan. De motivatie om dingen voor de Here te doen. Wat is je motivatie om de Here te dienen? En wat is je motivatie om de Here niet te dienen? Ja? Nou, er zijn er nog wel een paar van. Kijk eerst met mij mee even naar 2 Korinthe 5 vers 15. 2 Korinthe 5 vers 15. Vers 14 natuurlijk. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar die voor hen gestorven en opgewekt is. Je ziet hier duidelijk een motivatie van iemand. Waarom die de Here wil gaan dienen. Ja? Hij zegt, de liefde van Christus dringt ons. Ja? Het is niet mijn liefde voor Christus dringt. Snap je het verschil? Want in de Bijbel staat, wie heeft ons eerst lief gehad? Hebben wij eerst God lief gehad? Of Christus ons? Ja? Laten we even kijken, gaan we in 1 Johannes 4 vers 10. Ik geloof dat dat daar staat. 1 Johannes 4 vers 19. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Dus omdat hij ons eerst lief gehad heeft, hebben wij hem lief. En dat had ik een tijdje geleden ook een keer met iemand een gesprek over. Ja, ik hou van God. Ja, oh, het was met evangeliseren. Ik zei, maar ja, hoe weet je dat dan? Ja, noemde ze een paar dingen. Dat was niet helemaal duidelijk. Ja, hij heeft de aarde gemaakt. Ja, is dat bewijs van Gods liefde, ja? Maar hier zien wij, nee. Ik weet dat God heeft mij lief gehad, dat weet ik. Doordat hij voor mij aan het kruis gestorven is, Christus. Daarna weet ik zijn liefde. Hij is voor mij gestorven, niet zomaar. Ik wist vroeger ook, ja, hij is voor de zonde van de wereld gestorven. Maar ik begreep pas echt wat liefde was. En toen ben ik echt van Christus ook gaan houden. Toen ik begreep dat hij voor mij aan het kruis gestorven was. Terwijl ik eigenlijk niks met hem te maken wilde hebben. Dus onvoorwaardelijke liefde. Nou, dat heeft zo ingegrepen in je leven. En voor alle gelovigen eigenlijk. Dat je denkt, hé, wacht eventjes. Dat is voor mij de motivatie om de Here te willen dienen. En niet van, gij zult dit en jij zal dat. De liefde van Christus. Kijk, maar die dit oordelen, ja. Dus wij komen zeg maar tot dit oordeel, wij zijn tot het inzicht gekomen. Hoe begrijp ik dat dan? De liefde van Christus, ja, die dringt mij. Wat is dringen? Nou, je staat wel eens in de rij, hè. En dan sta je daar en hebben een hele rij en dan een hele mensenmassa. En dan word je gewoon naar voren geduwd, ja. Dan zitten ze allemaal op elkaar en dan gaat de hele massa, die duwt je gewoon naar voren. Dus eigenlijk ga je zelf niet. Eigenlijk wil je blijven staan, maar je wordt naar voren geduwd. Nou, dat is eigenlijk wat de liefde van Christus in de mens doet, ja. Maar goed, als je tot het inzicht bent gekomen dat indien één van allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn.
En hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven, kijk, daarom is hij ook gestorven voor ons. Dat wij niet meer voor onszelf zouden leven, maar die die voor hen gestorven en opgewekt is. Ja? Nou, ik ben tot dat oordeel en tot inzicht ben ik gekomen, ja? Ja? En ja, met genade is het zo, ja, je kan doen en laten wat je wil, zegt men dan. Ja, dat klopt, ja. Maar waarom is Christus voor je gestorven? Ja, omdat hij wou je redden. Maar ook dat je hier ziet staan. Toen de, namelijk, voordat jij gelovig werd, leefde je voor jezelf. En nu is Christus voor jou aan het kruis gestorven. Is het dan nog steeds de bedoeling dat je voor jezelf leeft? Dat is namelijk de reden dat je naar de hel ging. Nu heeft hij je gered van de hel. Zou je dan nog steeds voor jezelf gaan leven? Nee. Maar dan moet je te begrijpen wat de liefde van God is. Ja? En dat is de motivatie die God natuurlijk wil zien. Ja? Niet om in het gevlei te komen, of goede werk, of dingen te verdienen. Daar, dat is niet de motivatie voor Christus, om hem te dienen. De motivatie is dat ik begrijp zijn liefde voor mij. Ja? Ik kan het ook niet terugbetalen. Ik kan het niet terugbetalen. Ik kon niks doen om eeuwig leven te krijgen. Totaal niks. Ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen. Ik heb alles gekregen van hem. Zomaar. Op het moment dat ik gelovig werd, op dat moment heb ik alles gekregen. Ben ik een mede-erfgenaam geworden. Ik ben overgezet in het koninkrijk van de Zoon. Ik heb vergeving ontvangen. Ik heb de Heilige Geest ontvangen. De Geest die woont in mij. Ik ben verzoend met de Vader. Ik heb vrede met hem. Dat heb ik allemaal gekregen op het moment dat ik geloof heb. Pas, boem. Ja? Nou. Dus dat hoef ik niet meer te verdienen. Dus waarom zou ik hem dienen? Nou, omdat ik zijn liefde heb geproefd. En niet om het terug te betalen, maar uit dankbaarheid. Zijn liefde voor mij. En ik hou van hem. Dus, dat is het is de liefde van Christus die mij motiveert. Kijk, in 1 Thessalonicenzen 4 vers 3, dat is 1. Punt 2 is, wat is mijn motivatie om de Here te dienen? Nou, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Ja, ik heb het eigenlijk net al een beetje uit die tekst aangestipt. 1 Thessalonicenzen 4 vers 3. Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking. Dat gij u onthoudt van de hoererij. In dit hoofdstukje gaat het onthouden van de hoererij, ja. Maar ja, wat is het? Het is de wil van God. Het is de wil van God dat jij een heilig leven leidt. Nou, als je de Here gaat dienen, dat betekent dus dat je niet onheilig gaat leven, maar heilig leeft. Dus we hebben de liefde van Christus die ons dringt. Maar hier zien we ook duidelijk, het is ook de wil van God dat wij een heilig leven leiden. Dat is duidelijk, ja? Dat is ook een belangrijke motivatie. Wat is de wil van God? Vraagt men vaak. Wat is de wil van God? De wil van God is uw heiligmaking. Ja? Serieuze zaak. Dus ja, je mag doen en laten wat je wil. Ja, dat kan. Je mag doen en laten. Eigenlijk mag je helemaal niet doen en laten wat je wil, ja? Als je het goed begrijpt. Zeg je, nee, natuurlijk niet. Ik raak het niet kwijt. Maar de Heer heeft een wil. Hij wil dat ik een heilig leven leid. Nou, neem ik God serieus? Zo ja? Nou, dan zou ik zeggen, dan moeten we dat ook gehoorzamen, ja? Dus dat is ook een belangrijke motivatie. Omdat het zijn wil is. Filippenzen 3 vers 10. De Bijbel leert dat iedereen kent God, ja? In Romeinen 1. Iedereen kent God. Niemand is te verontschuldigen. Ja? Oké. Okay. Het is niet het probleem dat de mensen God niet kennen. Dat ze zeggen, ja, ik weet wel dat er iets is. Want ze weten dat hij bestaat, maar ze ontkennen hem, ja. Ze weten dat hij bestaat. Dus ze kennen God in die zin dat ze weten dat hij bestaat. Maar een persoonlijk kennen, dat niet. Dat kent men, dat heeft men niet. En dat heeft God opgelost door de dood van Christus, waardoor wij nu persoonlijk hem gaan kennen. Via zijn Zoon Jezus Christus. En dat is precies wat Filippenzen 3 vers 10 zegt, Paulus. Kijk, hij zegt al die dingen uit mijn verleden, ja, mijn religieuze verleden. Ik was iemand en ik had alle credentials, zeg maar. Ik had alle goede papieren. Ik voldeed aan alles. Ja, dat ik was echt iemand in de religieuze wereld. Maar dat achtte hij als drek, ja. En dat zegt hij ook in vers 8, ja. Of vers 7, maar hetgeen mij gewin was,
Dat heb ik om Christus wil schade geacht. Dus reputatie, zegt Paulus, komt daar bij mij niet aan. Want reputatie in de religieuze wereld, dat is schade. Dat kan me gestolen worden. Hij noemt het zelfs drek, ja. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid, kijk, der kennis van Christus Jezus mijn Here. Mijn Here. Het gaat om de kennis van Christus mijn Here. En hoe leerde ik hem kennen? In de brieven van Paulus. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen winnen. Weet je wanneer hij dit zegt? Paulus is in Handelingen 9 gelovig geworden. Nou, ik moet even zeggen dat ik het niet precies in mijn hoofd weet, maar ja, ik denk dat het misschien wel 50 jaar of 40 jaar daarna is. Dat misschien 30 of 40, maar zoveel. En Paulus kent de Heer Jezus, toch? Hij heeft hem gezien. Met zijn bekering. Hij heeft de Heer Jezus met eigen ogen gezien. En toch zegt hij nou, zeg maar even 30 jaar later, misschien is 40, zegt hij, opdat ik hem mogen kennen. Ja? Ja, wat is dat? Nou, dat is net zoals dat je bijvoorbeeld, je leert iemand kennen. Of je krijgt een jongen en een meisje en die krijgen verkering. Nou, je kent elkaar op het eerste oog. En dan krijgen ze verkering. Ga je veel intensiever met elkaar om, ja? En dan gaan die twee personen gaan elkaar steeds beter kennen. Terwijl ze elkaar, misschien hebben ze wel een hele tijd bij elkaar op school gezeten. Misschien wel 10 jaar in dezelfde klas. Ja, en dan ken je elkaar. Maar je gaat elkaar echt leren kennen als er een relatie is. Niet gewoon, ja, ik weet wie Piet is, ik weet wie Jan is, ook weet wie Rachel is. Die ken ik, hallo Rachel, die ken ik. Ja, die ken ik gewoon. Maar wanneer is die persoon Rachel goed gaan kennen? Als je eenmaal een relatie met haar krijgt. Want die wordt intenser. Dan ga je meer met elkaar om, je praat met elkaar, je luistert naar elkaar. En dat is wat wij doen, dat is wat Paulus zegt. Ja, hij heeft de Heer Jezus gezien, hij is gelovig geworden. En vanaf dat moment is die relatie begonnen. En is die Christus steeds beter gaan leren, gaan kennen, meer en meer en meer en gaan ervaren. En dat geldt voor ons precies hetzelfde. En dat is wat Paulus wilde. Opdat ik Christus mogen winnen en in hem gevonden worden, niet mijn hebbende, mijn rechtvaardigheid, die door het geloof van Christus is, maar namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Kijk, opdat ik hem kennen, zie je? Nou, wat is dat dan? En de kracht van zijn opstanding in de gemeenschap zijn lijden, zijn doodsgelijkvormig worden. Ja, dat is wat Christus kennen betekent, ja? Dus na al die jaren dat hij Christus steeds meer en meer kent. Nou, dus dat is ook een hele belangrijke motivatie van een gelovige, wat ook bij een gelovige hoort. Is het dezelfde persoon? Oh. Dat hij Christus meer en meer gaat kennen. Dat is een wens. Pardon, doe maar uit. Het is niet anders. Het kan nou niet tijdens de bijbelstudie. Meer en meer gaan kennen. En dan hoort de kracht van zijn opstanding. En dat ervaar je natuurlijk juist in de momenten dat je zwak bent. En dan ga je dus ook Christus ervaren. Dan ervaar je ook niet alleen het feit van de opstanding. Maar dan ervaar je ook de kracht. Je kan altijd zeggen, ik ben gered, ja. Christus is gestorven voor mij. En is opgestaan voor mijn rechtvaardigheid. Nou, dat is iets wat je weet. Ik kan niet voelen dat ik gered ben. Ja, er is het een en ander veranderd in mij. Ja? Maar opstanding ook. Ik weet, hij is opgestaan. Dat heb ik namelijk geloofd. Maar nu ga ik de opstanding ervaren. Dat is niet alleen een feit. Het is nu ook, wat is die opstanding? Dat is een bepaalde kracht in mij. Ja? Dezelfde kracht waarmee God Christus uit de dood heeft opgewekt. Staat in Efeze 1. Die hij gevrocht heeft in Christus toen hij hem uit de dood heeft opgewekt. En daarvan zegt Paulus, ja, en zo wil ik Christus kennen. Ja? De kracht van zijn opstanding. Dus je gaat dat ervaren. Nou, dat is iedereen die Christus volgt via de brief van Paulus. En in die situaties komt, zal hij dat ook zeer zeker gaan meemaken. En dan ervaart hij, kijkt hij terug. Ja, en dan zie je, hey, ik ga Christus steeds meer kennen en kennen. En de gemeenschap zijn ze lijden, zijn ze dood gelijkvormig worden. Dat is in feite de ervaring van Romeinen 6. De doop in zijn dood. Dus Christus leren kennen. Denk erom, we hebben het over de motivatie van een gelovige om de Heer te dienen. Dus nogmaals, de liefde van Christus is een motivatie. Omdat het de wil van God is. En om Christus
beter te leren kennen. Weten, maar ook te gaan ervaren. Ik krijg echt een diepere relatie met hem. En daar hoort alles bij. Wat Christus meemaakte, ja. De vervolging en dat soort dingen. En Paulus, dat zullen wij dan ook doen. Maar we ervaren ook, dat is het geloof van Christus, ja. We ervaren ook wat Christus ervoer en Paulus. Maar daar ook uit zijn gekomen, ja. Nou, ja, en 1 Korinthe 15 vers 58. En dat wordt wel eens van gezegd, ja, ja. 1 Korinthe 15 vers 58, ook een belangrijke motivatie. Dat is namelijk het loon. Ja? Ja, doe ik dan alles alleen maar voor loon? Dat vind ik ook zo goedkoop klinken. Ja? Dat is het toch niet, Jan? Maar goed, toch is het ook een motivatie. Niet alleen. Ja? Dat wordt vroeger misschien wel eens een beetje te veel de nadruk op gelegd. Van ja, dan krijg je loon. Mijn loon. Ja, pas vroeg ook iemand aan. Maar ja, wat, ja, mijn eigen zoon. Ja, nou ja, oké. Okay, dus jouw loon is zo. Wat is mijn loon dan? En. Maar het draait natuurlijk niet alleen om het loon. Dat is absoluut niet zo. Gelukkig niet als ik zo deze lijst zie. Denk ik, nee, het is een hele lijst die we hebben. En één daarvan is het loon. En ik vind het ook een fijne motivatie. Ik vind het, dat heeft namelijk voor mij ook met de rechtvaardigheid van God te maken. Ja? Namelijk het principe van God is dat hij zal in ieder vergelden naar zijn werken. Nou, blijf je ongelovig, dan zul je... Nou, als jij zegt, nou, ik kan het zelf wel. Nou, oké, dan zal God jouw ongelovige leventje zal die gaan vergelden. Naar jouw werken. Loon naar werken. Dat is voor de ongelovigen zo, maar dat is ook voor de gelovigen zo. Gelukkig wel. Ja, want sommigen die hebben dus echt, ja, de liefde van Christus is hun motivatie. En de heiligmaking en willen de Heere dienen. Met alle gevolgen en consequenties van dien. En de ander die denkt, nou, daar heb ik geen zin in. Dat is niet terecht. Dat zou niet... Gelukkig is God rechtvaardig. Dus kijk dan, 1 Korinther 15, vers 58. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, en dan overvloedig zijnde, nee, altijd overvloedig zijnde. Zie je het? Altijd. Paulus die had nooit, was altijd bezig. De Heer Jezus zat natuurlijk ook nooit stil. Nee, was altijd overvloedig, zijnde in het werk des Heeren. Zie je het? En dan zien wij niet altijd resultaat. Nee. Wij zien niet altijd resultaat. En wij willen een resultaat. Kijk maar in deze maatschappij. Vooral met die financiële crisis. Dat er hoeft maar... Ze kunnen niet meer wachten. Ja? We moeten gelijk een resultaat zien. Tegenwoordig, computer ook. Vroeger, ik weet nog goed, waar het DOS hadden alleen maar. Nou, als je wist hoe langzaam dat was... Alleen zat nog maar zo'n heel klein dingetje hier ook nog, een computer, weet je, op dat schermpje. Nou, en op een gegeven moment, ik weet nog, dan kreeg je Windows. Nou, dat was toch snel, zeg. Dan ging je installeren en dan zag je het tik, 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 tik en dan ging je installeren. Als je dat nu ziet, Windows 98, je pakt nu Windows 7, dan denk je, mensen, kinderen, ja, wat duurt dat lang? Ja, moest kijken, ik heb nou Windows 7. Zie je, het resultaat is alweer te langzaam geworden. Het moet sneller, sneller. Magnetron... Tegenwoordig, ja, dat is ook al 1-2 minuten. Ik weet nog goed voor het eerst. Wat was dat? Snel zeg. Binnen no time had je iets heet. Nu vinden ze, zit je op de verpakking te kijken. Oh, dat duurt 5 minuten, 4 minuten. Vind je het alweer lang. Ja? Dus zo gaat dat. Ja? Dus wij willen resultaat zien. Ja? Vroeger was een bedrijf ook, die kwam eens per jaar met de stukken. Een onderneming, ja? Op de beurs. Tegenwoordig is het elk kwartaal. Dat is... Dat je zegt, het moet allemaal snel. Zodat men gelijk kan reageren. De beurs ook, ja. Er komt iets en men reageert gelijk met paniek, met angst. En dan wordt er van alles gezegd en gedaan. Nou, waarom zeg ik dat? Nou, wij willen natuurlijk, wij zijn van nature, willen gelijk resultaten zien. Maar met dit werk zie je niet altijd resultaat. Wij hebben ook jaren gezeten met de Bijbelstudie ook. Hè, dat we hier op een gegeven moment maar met 3 mensen zaten. En dan zijn we doorgaan, doorgaan, doorgaan. En het is met z'n tweetjes zijn we begonnen, ja. En je gaat door en je gaat door en je houdt vol. Hij zegt ook, zijt standvastig. Als je weet dat je goed zit, heb je de waarheid? Ja. En wil de Heer dat je zondags bij elkaar, nou zondags maar ook op zaterdag, maar dat je bij elkaar komt.
En dat je het eventueel als advertentie, dat je het evangelie wil gaan verspreiden. En dat je bij elkaar komt sowieso, bijvoorbeeld 1 of 2 keer per week. En je gaat gewoon bijbelstudie doen. En je maakt het bekend. Ja, natuurlijk wil ik dat. Maar goed, je ziet niet altijd gelijk resultaat. Ik heb ook met kinderen hebben we heel lang gezeten. Alleen met onze eigen kinderen. En daar kunnen we hele verhalen over vertellen. Hoe we dat hebben gedaan. Ja? En met klein en dan weer een beetje zo en zo. En nu is het weer heel veel. Maar goed. En wat wij nu bereiken via de site en alles, weten we ook niet wie er allemaal volgen. Maakt niet uit. En ook met evangeliseren. Je vertelt het en dan denk je, ja, pas vroeg er ook iemand nog. Hè? En heb je nog resultaat? Vroeg ze aan jou, hè? En heb je nog resultaat gehad? Ja, wat zeg je dan? Als ik goed denk, ja, nee, we hebben geen resultaat. Ik heb niemand gezien in de gemeente. Daarna, ik heb een boekje aan iemand gegeven. Een uitgebreid gesprek gehad over vergeving. En ging echt zo, klik. Dat ze het zag. Dus ik heb een boekje meegegeven over waarom Paulus. Nou zeg, dus ik denk nou, maar dat heb ik inmiddels ook wel geleerd. Ik denk nou, je weet het allemaal nooit. Nou, tot nu toe nog niemand gezien. Ja, maar dat weet ik niet. Wie weet, is die persoon nu al het aan het volgen, aan het lezen, steeds meer en meer. Wie weet, komt die persoon over 5 jaar dat ze dacht, hey, wacht eventjes. Opeens dat ze me dan toch er weer naar op zoek gaat. Ik heb ook wel eens met bijvoorbeeld met het bedrijf. Heb ik bij een klanten gewerkt, 30 jaar geleden. En die denken dan soms van, moet die vloer weer gedaan worden? Even kijken, oh hé, dat heeft het er ook op het gelegd. Zou die nog bestaan? Als we het niet meer weten, dan gaan ze even zoeken, weet je wel. Nou, dan kan het dit ook zijn. Er kan opeens zo iemand komen, die kan er 10, 20 jaar of 30 jaar. Ik heb ook mensen gesproken die mij het evangelie verteld hebben. En als je weet hoe lang het geduurd heeft voordat ik tot geloof ben gekomen. Toch weet ik die persoon nog, die ik gesproken heb. Ja, die weet ik nog. Persoonlijk heeft hij me gesproken. En toch ben ik pas vele jaren later gelovig geworden. Dus ja, houd dat daarom vast. Ja? Je ziet het niet altijd. Ja? Maar hij zegt, wees altijd overvloedig in het werk des Heren. Maar weet één ding. Wij zien het resultaat niet, maar God wel. Kijk, uw arbeid is niet ijdel in de Heren. Dus als wij bezig zijn in de wil van God, ja, zoals we nu doen, en wees er altijd een vol. In alles wat je doet, wees dan. Hoe zegt het ook in Romeinen? Ik weet het maar uit mijn hoofd niet. Ik ga even zoeken in Romeinen. Die zei in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd, die tekst. Wie weet die te staan? Romeinen. Ja, het is in Romeinen 14, vers 22. Hebt gij geloof? Hebt dat bij uzelf voor God? Zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen dat hij voor goed houdt. Ja? En dat hij mag verzekerd zijn. Ik zocht nog een andere tekst eigenlijk, maar die weet ik zo 1, 2, 3 niet. Zalig zei hij zich, nou dat is hem wel, ja. Dus ja, oké, en misschien maak je wel eens een foutje, maar dat kan. En dan kan je er altijd weer van leren. Maar één ding is zeker. Altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, maar weet één ding, dat de arbeid die je gedaan hebt, is niet ijdel. Waarom? Het staat er ook in de Heren. Als het in de Heren is gedaan. Nou, wat wil dat zeggen? Uw arbeid is niet ijdel in de Heren. Dan gaan we even naar 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3. Vers 12, Paulus spreekt net over in vers 11 dat het fundament is Christus. En we hebben het over het fundament wat Paulus gelegd heeft. Ja? Daar moeten wij op bouwen. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen. En iegelijks werk zal openbaar worden. Want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Daar heb je het loon. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Zie het hier duidelijk, hij spreekt hier wel over de werken. Men denkt, ja, ik heb het wel eens vaker over gehad. Niet alleen het worden waar het recht snijden en Paulus volgen, dat je dat weet. Ja, maar de Heere kijkt, wat doe jij met die kennis, ja? Daar gaat het om. En dat noemt hij werk. Kijk. Over bouwen, daar zit beweging. Bouwen gaat niet vanzelf, daar zit beweging in. Ja? Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden,
die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden door alzo door vuur. Dus iemand die zijn leven leidt. Ja, ik zou zeggen met een ander evangelie, een andere Jezus. Of je leidt je leven met het evangelie van Gods genade. Nou, dat zijn twee verschillende fundamenten. Het is wel al bij de Heer Jezus. Maar de ene is Christus naar de verborgenheid. En de andere is zoals die geprofeteerd is en aan de apostelen bekend is gemaakt op de aarde. En Paulus zegt, ja, dat fundament dat ik gelegd heb, het is Christus. Zoals die aan mij geopenbaard is, ja. Als je daarmee gaat bouwen op dat fundament, dan heb ik het over goud, zilver, kostelijke stenen. Nou, wat zie je, waarom staat er vuur? Nou, het woord is ook een vuur, hè. Zal het kunnen bestaan? Zal het de toets van het woord kunnen bestaan? Zal het de toets, als hij voor de Heer Jezus komt, komen te staan, en hij heeft de brieven van Paulus in zijn hand, zeg maar, en we houden dat tegen, en dat houdt tegen het licht van ons leven, ja? Wat blijft daarvan bestaan? Wat is in het licht van de brieven van Paulus heb jij gebouwd in je leven? Nou, dat is goud, zilver, kostelijke stenen. En dan, daarom het vuur. Het vuur, dat verbrandt niet. Je kan het vuur gooien, maar het verbrandt niet. Maar hebben we dat niet gedaan? Ja, dan komt hout, hooi en stoppelen. Ziet? En ik vind dat ook wel opvallend dat er hout, hooi en stoppelen staat. Dat heeft ook een bepaalde volgorde. Ja, het een zal meer verbranden hout of dat je hooi. Nou, wat zou net de eerste weg zijn? Dus voor mij, als ik het zo, dat is even mijn gedachte van mij, dat iemand die niet met dat fundament gebouwd heeft, maar misschien oprecht de Heer gevolgd heeft en het niet geweten heeft, dat daar in die hoek van de gelovigen, zeg maar, dat daar een verschil in zit. Ja. Dat zou ik me zo, als ik dit zo zie, want waarom staat er niet gewoon bijvoorbeeld hout? Ja? Want hier zie je ook goud, zilver, kostelijke stenen. Er zit ook verschil in. Het ene is goud. Wat is meer waard? Goud? Goud is meest waard. En dan zie je het zilver en dan de kostelijke stenen. Dat heeft te maken met ook met wat wij met de kennis van Paulus in de brieven, daar zit verschil in. En er een die niks doet, nou, dat is niks. Oké. Maar goed, ons onderwerp is dus het loon, dat is ook een belangrijke motivatie om de Heer te dienen. Ga met mij mee naar 1 Timotheüs 1 vers 12. Wat ook een hele dat is eigenlijk een gevolg van als jij natuurlijk de liefde van Christus kent. Nou, je weet, dat heeft natuurlijk alles met het kruis te maken. Dat je begrijpt dat ik ellendige zondaar die maar één ding verdiende, dat was het eeuwige vuur. Want zo is het, wij verdienen alleen maar het eeuwige vuur. Voor altijd en eeuwig, als ellendige zondaren. Als je eenmaal begrijpt dat hij juist voor jou die ellendige zondaar zijn leven heeft gegeven, ja, nou, dat is geweldig als je dat begrijpt. En dat bewerkt, dat is de liefde van hem die mij drinkt, maar dat bewerkt dus als het goed is in mij, dus ook een hele diepe dankbaarheid. En dat heeft Paulus natuurlijk ook gehad. En de dankbaarheid is natuurlijk ook een hele belangrijke factor in onze motivatie om iets te doen voor iemand. In ons leven sowieso. Als iemand veel voor je gedaan heeft, ja, dan zeg je als je iets doet voor iemand en die persoon zegt tegen jou, dankjewel, maar hij heeft iets heel goeds voor jou gedaan, wat zeg je dan? Graag gedaan. Graag gedaan. In het Engels zeggen ze, you're welcome. Ja, ja, je bent welkom. Je bent het waard dat ik het voor jou gedaan. Ik deed het graag voor je. Niet van, oké, vind het best, joh. Maakt niet uit, dat is prima zo. Dat is een beetje, ja, of geen probleem. Nee, graag gedaan. Ik heb het niet zomaar gedaan. Ik heb het graag gedaan voor jou, ja. Dus dankbaarheid. Dus met de heer Paulus, wat denk je? Zou hij dankbaar geweest zijn? Ja, de grootste ellendeling, de grootste crimineel die gelovig wordt, ja, dat zijn vaak mensen die zijn heel erg, ja, die hebben zo'n dankbaarheid, of ze hebben zo diep gezeten. Kan je wel voorstellen, of iemand heeft gewoon een geleidelijk leventje gehad en is opeens, ja, geleidelijk tot geloof. Dat kan. Daar zeg ik niks mee verkeerd over, maar het is begrijpelijk, ja. Ik weet goed ook dat ik dacht echt, nou, ik ben totaal verloren. Het is afgelopen met mij. En als je dan echt diep zit en dan begrijp je dat hij zijn leven voor je gegeven heeft, ja, dan ben je natuurlijk, is je dankbaarheid zo groot. En dat is bij Paulus natuurlijk het geval, want kijk in 1 Timotheüs 1 vers 12. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere.
dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebben. Dat is ongelooflijk dat Paulus door de Heer in de bediening gezet is. Ja, als je weet wat hij gedaan heeft. Paulus is als geen ander. Ja, want hij is in feite, je zou kunnen zeggen, verantwoordelijk geweest voor de val van Israël. Want hij was de leider van de opstand. Ja, hij heeft de klederen heeft hij, opgevangen. En hij was een goede kant van degene die de Stefanus stenen. Ik zeg het eigenlijk niet helemaal goed. Want hij heeft na Stefanus, is Paulus natuurlijk pas echt gekomen. Is hij de gemeente gaan vervolgen. En daarom zegt hij ook, ik ben eigenlijk niet waard om een apostel genoemd te worden. Want ja, ik ben de minste van de heiligen. Ik heb de gemeente Gods vervolgd. Dat is hem altijd blijven achtervolgen. Nee, en toch heeft God hem in de bediening gesteld. Zie je het? Zijn grootste vijand, die tevoren een godslasteraar was. Paulus die had een hekel aan Christus. Ja? Hij moest hem niet. Hij vervolgde de gemeente. En een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend heb gedaan in mijn ongelovigheid. Doch de genade onze Heer is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouwwoord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Zie, hij was de voornaamste van de zondaren. Er was geen grotere zondaar dan Paulus. Hij zegt de voornaamste. Voornaam. Wat is je voornaam? Nou, dat is je eerste naam. Dus dan komt de rest van. Paulus was de voornaamste van alle zondaren. Omdat hij gaf leiding aan de vervolging tegen Christus. Kijk, maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld desgenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke en de alleenwijze God, kijk, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dus hij prijst God hier. En hij begint met ik dank God. Ja, tuurlijk, God, Paulus was een heel dankbaar persoon. Dat had alles te maken met zijn verleden. Ja? En dat God hem gebruikt heeft om zijn genade bekend te maken. Ja, wat een betere persoon kon je hebben. Ja? Dat je zegt, ja, zo iemand, dat is de grootste vijand van God. En dat wordt nu de grootste verkondiger van Christus. De grootste vervolger van Christus wordt nu de grootste verkondiger van Christus. Dat is bijzonder, ja. En daarom kan hij ook ons voorbeeld zijn, ja. Omdat we kunnen zeggen, wat? Paulus gered? Als hij gered kon worden, kan iedereen gered worden. En als Paulus in die situatie dat de Heer gesterkt kan worden, dan gaan we het aanstaande zondag over hebben, 2 Korinthe 11. In al die vervolgingen en verdrukkingen, dan kan het bij mij ook. Ja. Dat is geweldig. Ik doe er nog eentje. Dat is de Colossense 4 vers 17. En de volgende keer gaan we dan verder met de lijst. En dan gaan we ook met een lijstje over de motivatie waarom mensen niet voor God willen doen. Ja, die zijn er ook. Ook met gelovigen. Colossense 4 vers 17. Colossense 4 vers 17. En zeg tot Archippus, zie op de bediening die gij aangenomen hebt in de Heere, dat gij die vervult. Ja, waarom lees ik die tekst nou? Want wat spreekt er uit dit vers? Er spreekt een verantwoordelijkheid. Ja, je dient de Heere ook uit verantwoordelijkheid. Zo zou het moeten zijn. Kijk, hier is het met Archippus. Hij zegt, zeg tot Archippus, ziet op de bediening die gij aangenomen hebt. Dus Archippus heeft een bediening aangenomen. Dat betekent dat hij heeft, misschien is hij ouderling geworden. Of de jaken. Dat is iets wat je begeert. En dat heeft hij aangenomen, ja. Of ze hebben hem misschien gevraagd voor een aantal dingen. Dus laat dat niet op zijn loop, ja. Neem je verantwoordelijkheid. Als je ja hebt gezegd, heb je een verantwoordelijkheid. En je ziet ook, aangenomen hebt in de Heere. Dus je hebt een verantwoordelijkheid naar wie? Ja, natuurlijk naar elkaar, maar vooral naar de Heere. Net zoals dat David zegt, ja, met Batseba, ik heb gezondigd. Ja, tegen wie? Ja, Batseba toch? Nee, God heeft verboden overspel te doen.
Dus in de eerste plaats heeft hij tegen God gezondigd. Ja? Hier zie je ook, hij heeft een bediening aangenomen. Ja, natuurlijk om met elkaar misschien dingen te doen in de gemeente. Maar het is een bediening, die heeft hij aangenomen in de Heer. Hij heeft verantwoordelijkheid naar de mensen, maar natuurlijk vooral ook naar de Heer. Dat is een belangrijk gegeven. Hier zie je namelijk iets wat je hebt aangenomen. Maar we zijn toen wij gelovig geworden, ja, heeft God ons in Christus aangenomen. Maar tegelijkertijd, ja, ik heb niet gesolliciteerd bij de Heer, maar ik ben wel tot iets gemaakt, namelijk een gezant bijvoorbeeld. Ja, die zijn we allemaal. Het is niet zo van, nou, ik ben gelovig geworden, maar ik heb dat gezant, dat ben ik niet, want dat heb ik geweigerd. God heeft mij gemaakt tot een gezant. Dat wil zeggen, iemand die, ja, waarom noemen wij gezant? Een ander woord is ambassadeur. Dus een ambassadeur die, en daaraan zie je ook dat wij, dit is niet onze plek, want wij zijn gezet in de hemel. En wij zijn als het ware vreemdeling op deze aarde. Ja? Een ambassadeur woont altijd in een ander land. Want als die, ja, de ambassadeur van Nederland, die woont natuurlijk niet in Nederland. De ambassadeur van Nederland woont juist in het buitenland. Dat kan België zijn, Engeland, Luxemburg, kan ook Argentinië zijn. Maar altijd in een vreemd land. Omdat daar vertegenwoordigt hij ons land. Ja? Nou, en dat is bij mij ook, zo is het met ons ook. Wij vertegenwoordigen Christus, we zijn gezant van Christus wegen, die daar woont. En waar is ook onze woonplaats? Wij zijn burgers in hemelen. Maar wij vertegenwoordigen dat land, de hemel, hier op aarde. En dat is onze verantwoordelijkheid. Want wij zijn gezanten. En ja, we zijn ook strijders en we zijn atleten. Maar dat zijn allemaal keuzes die je kan maken. Ja? Maar een gezant ben je, daar ontkom je niet aan. Dat ben je gewoon gemaakt. Dus nou, maar dit is samen met Agrippa is dus een verantwoordelijkheid die je hebt, dat je die ook neemt. Ik ga nu afsluiten. We hebben er nog een aantal, maar die ga ik de volgende keer met jullie weer doornemen. Jammer dat het in het begin een beetje anders liep. Ik heb heel veel met het geoefend. Ik heb de goede laptop nu. Ik heb geen water omgestoten dit keer, dus dat is goed gegaan. Maar ik heb gezien dat Mariana kon geen verbinding krijgen. Dus dat gaan we proberen op te lossen. En als er dan een verbinding ligt hier, ja, nou ja, dan houdt het op. Want dan moeten we gewoon maar bij ons worden. Maar ik weet niet zeker of dat zo is. We gaan gewoon even kijken hoe dat loopt. We zien het wel, het wordt steeds beter en beter. Ja. Dus we zitten nog steeds in een proces met de techniek. Tegen ons zegt de Heer dat wij moeten volmaakt worden. Nou, we proberen het ook met de techniek ook een beetje volmaakt te krijgen. Maar goed, laten we in ieder geval danken. Vader, we willen u danken voor dat we hier bij elkaar hebben gezeten en dat we naar uw woord hebben geluisterd, Heer. En uw woord is zo duidelijk, Heer, en dat het ons ook mag motiveren. Wat we net hebben gezien, dat we daar eens goed over nadenken, Heer. Wat u van ons wil. En wat ons motiveert om, ja, misschien dat we, wat ons motiveert om bepaalde dingen misschien wel niet te doen. En dat we onze motivatie mogen vinden in de Bijbel, die ons drijven om juist wel een keus te maken en voor u te gaan staan, u te dienen in dit leven. Heer, dat uw woord in ons dat mag uitwerken, Heer, zodat we getrouwe dienstknechten van u mogen zijn. Niet omdat wij leven onder de wet die ons zegt dat we dat moeten doen en dat we anders gestraft worden en verloren gaan, maar in de allereerste plaats, omdat de liefde van Christus ons dringt, Heer. Want dat gaat boven alles. En dat vraag ik van ieder van ons. In de naam van de Heer Jezus Christus, onze Redder en Heiland. Amen. Amen. Goed, hartstikke fijn dat jullie er allemaal waren. En bedankt. En ja, de chatten, dat stopt gelijk als de uitzending stopt. Dus ik zou zeggen, allemaal wordt gesterkt in de genade. Deze dagen, aanstaande dagen. En tot de volgende keer, hetzij via livestream of hetzij in de gemeente. En jullie moeten ook allemaal de groeten hebben hier vanuit Sassenheim. Dus tot de volgende keer en bedankt dat jullie er allemaal waren. Groetjes, tot ziens. Oké. Oké.